Onze vader is een geheim agent met codenaam 008. En al 20 jaar zoekt hij overal naar geheimen. Bingo, even kijken wat er in de tafel zit. Wat hoor ik? Is er hier iemand? Hallo? Papa? Wat ben jij nou aan het doen? Ons papa had een probleem. Hij kan zijn werk als geheimagent niet meer loslaten. En daarom gingen we met hem naar de dokter. Meneer James, ik heb in uw map gezien dat je jouw werk te veel naar huis neemt. Ik zie hier in de map dat je een van jouw kinderen aangevallen. Maar dat deed ik niet expres. Je deed het wel expres. Ik hoef echt niet meer schaam te wezen. Waarom heb je dat gezien? Ik zit gewoon te kijken hoe laat het is. Nee, er zijn allemaal geheimen op. Pap, dat is precies wat wij bedoelen. Jij denkt dat alles geheim is. Dat is niet zo goed hoor. Er is iets mis met die manier. Ik weet ook dat je als leerkracht hebt gewerkt. Hoe wist je dat? We waren de oude informatie. Meneer, maar je hebt dat naar ons gestuurd. Wat denk je dat goed is voor jullie vader? Hij moet stoppen als een geheim agent. Ik denk dat hij een hele goede meester is. Zou je dat ook willen, meneer James? Nee. Ik wil het wel proberen. Je doet het niet alleen, we gaan je helpen met een team. En zo stopte onze vader als geheim agent en werd meester James. In zijn eerste week als meester hield het hulpteam van de dokter hem goed in de gaten. Ik ben best wel tevreden over hem. Ja, dat had ik niet verwacht. Zo, klas, jullie hebben vanochtend goed gewerkt. Jullie mogen niet voor jezelf doen. Maar toen een paar leerlingen in hun dagboek gingen schrijven, veranderde meester James. Emma, wat ben je aan het doen? Ik ben in mijn schriftje aan het schrijven over geheimen. Geheimen? Wat bedoel je met geheimen? Wat ben je aan het doen? Ik ben ook geheimen aan het schrijven in mijn dagboek. Wie speelt er nog geheim op? Langzaam kwam zijn geheime agentgevoel naar boven. Wat goed. Maar dat mag toch niet? Zie, privacy beschermen. Meester! Wat? Dat mag toch niet? We hebben recht op privacy. Oh, ja. In de gang zag het hulpteam dat het opeens niet goed ging met meester James. In de klas vroeg hij wie nog meer een dagboek bijhield. Ik ga jullie helpen. Hij zette alle dagboekleerlingen bij elkaar in de klas. Wat is die allemaal hier aan het doen? Ik snap er niks van. Volgens mij heeft hij een terugvaller. Dat kan. Nu alle leerlingen met een dagboek netjes naast elkaar zaten, kon meester James ze beter bespioneren. Ik heb geen zin meer om te schrijven. Schrijf maar goed verder. We hebben geen geheim voor elkaar. De rest van de klas vond het allemaal maar een beetje creepy worden. Hallo. Mag ik nu even je schrift meenemen? Oh, dat is niet normaal. Volgens mij gaat het niet goed met hem. Pauze! Ik ga echt in de bocht kijken. Dit is een beetje slecht. Ik heb het niet. Het hulpteam moest ingrijpen. Ik moet iets weten wat er in die schrift staat. Maar meester James was weer helemaal veranderd in geheimagent 008. Die zichzelf nu ook weer magisch kon laten verdwijnen. Waar is hij? Hij was net hier. Ik snap er helemaal niks van. En het hulpteam dus te slim af was. In de pauze dachten de beiden met hun dagboeken veilig te zijn voor 008. En spraken over wat er die ochtend was gebeurd. James? Ik weet wel, hij was proberen om... Hij was zo lief aan doen. Maar nu gaan we ons boek pakken en kijken wat wij hadden geschreven. Ja, volgens mij wil hij al onze geheimen weten. Ja, ik zeg echt de volgende. Ja, kom maar opschrijven dat we doen. Hé, maar even. Ik heb zo'n gevoel dat iemand is aan het spieken. Ik ook. Ja. Weet je wat? We gaan een andere plek zoeken. Ja, kom. Hier hebben wij meer overzicht. Ja, hier kunnen we zien als ons iemand bespioneert. Eindelijk kunnen we onze geheim in ons dagboek schrijven. Oké, wat gaan we allemaal schrijven?
Maar ook in het speellokaal kregen de meiden al snel een vreemd gevoel. Ik voel me toch niet zo veilig in hier. Ook niet. Ik voel me dat ik bespioneerd word of zo. Ja, dat voel ik ook. Kom, we gaan weer ergens anders naartoe. Kom. Ja. Het hulpteam was inmiddels in paniek. Wat is die nou? Wat kan die zijn? Ik weet dat niet. Hebben jullie 008 gezien? 008! Wie is 008? 008 is jullie Mr. James. Hebben zij medicijnen nodig, anders is het levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk? Ik wist niet dat Mr. 008 en Mr. James. Als goede geheimagent wist 008 elke keer weer precies waar hij zich moest verstoppen. Oh, hier is wel een goede plekje om te schrijven. Ja. Lief dagboek, we hebben een hele rare meester. Hij wil onze geheimen weten, maar ik zeg het niet. Je gaat ons nooit geloven. Wat dan? Meester James is een geheime agent. Oh my gosh. Ik wist het wel. Ik voelde gewoon dat er was iemand ons aan spioneren. Ja, ik voelde dat ook. Dat was zo creepy. We moeten ergens anders onze dagboek schrijven. Ergens waar hij ons nooit gaat vinden. Het magazijn ook! Ja, daar gaat hij ons nooit vinden. Ook nu wist 008 gelijk waar hij moest zijn. En was hij daar sneller dan de meiden. Nou, hier gaat hij ons nooit vinden. Ja! Doe de deur snel dicht. De meester schijnt een geheime agent te zijn. Wie had dat gedacht op onze school? Ik vind het wel creepy allemaal. Ik weet niet als ik dat tegen mijn ouders ga vertellen. Wat was weer die in een zinnetje wat hij zei? Ja, op een heel eng toontje zei hij dat ook. Wij hebben geen geheimen voor elkaar. Zei jij dat? Nee. Nee. Zeg jij dat? Nee. Ja, ja, zeker. Nee. Wacht, dat is misschien jouw stem. Wacht. Nee. Is iemand zo? Jij was dat. Wie is dat? Nee, dat was ik niet. Wacht. Hallo, meiden. Dat was een beetje bloeper, was dit. Dat was nog één keer. Ik heb jullie. Papa? Ja, heel goed. Ja, dat vind ik ook. Laat maar. Actie. Nee. Rennen. Oh, hey, bedankt voor het kijken naar deze kinderrechtenfilm. En goed nieuws, want er zijn nog meer kinderrechtenfilms. Dus bekijk ze snel hier op ons kanaal.